Suriname op de kaart brengen door middel van culinair toerisme. Dat is een van de hoofdredenen waarom de Suriname Chefs Associatie, SCA, vanmiddag een intentieverklaring heeft getekend met de Stichting Toerisme Suriname, STS. Surinamers houden van lekker eten. En dat kunnen we als een toerismemiddel gebruiken om Suriname verder op de kaart te brengen, zegt Rosita Leeflang, secretaris van de Suriname Chefs Association. Ze geeft aan wat deze overeenkomst betekent voor de associatie. Met de intentieverklaring met Stichting Toerisme willen we dat er veel meer wordt gedaan met culinair toerisme. Zo hebben we bijvoorbeeld vorig jaar werden we gebeld door de directeur omdat er hier journalisten waren van internationale media. En die wilden proeven over het Surinaamse culinaire gedeelte van Suriname. En wij hebben het daarin voorzien, niet alleen met het eten, maar ze hadden ook vele vragen en die hebben we dus kunnen beantwoorden. Als wij dus nu middels deze samenwerking nog veel meer kunnen doen, we denken bijvoorbeeld aan als wij meedoen aan wedstrijden in het buitenland, moet Suriname ook vertegenwoordigd zijn. Wij focussen ons op het culinair gedeelte, maar als Stichting Toerisme kunnen zij ook mee om het toerisme in Suriname te bevorderen. Dus het kan op vele gebieden. We moeten nog verder gaan brainstormen hoe we invulling geven aan de intentieverklaring. Maar feit is dat we willen samenwerken omdat het werk veel is en we het niet alleen kunnen doen. Toerisme is een onderdeel waaraan niet alleen de STS moet werken, maar ook de Surinaamse samenleving, zegt Jerry Akum, directeur van de Stichting Toerisme Suriname. Volgens hem kan het culinair aspect van toerisme met ondersteuning van de STS op een hoger niveau gebracht worden. Akum vertelt waarom de ondertekening belangrijk is voor de bevordering van het toerisme in Suriname. De bedoeling is dat partijen heel binnenkort bijeenkomen om concreet invulling te geven aan deze intentie. Er zijn gebieden die we hebben geïdentificeerd. Het gaat om educatie, het gaat om marketing, het gaat om productontwikkeling, productverbetering. En er is kennis genoeg bij alle twee de organisaties. Maar zaken waren misschien versnipperd. Door bijeen te komen heb je misschien een klein team dat dedicated is en gaat werken aan het pad dat nog uiteengezet moet worden. Ik ben er zelf heel blij mee. We hebben elkaar gevonden. En het gaat uiteindelijk om Suriname verder op de kaart te plaatsen om het product, toerismeproduct van ons land verder te ontwikkelen. Jerry Akum, directeur van Stichting Toerisme Suriname, vanmiddag na de ondertekening van de intentieverklaring met de Suriname Chefs Associatie met het doel het culinair toerisme in Suriname te verhogen.